weer vol overtuiging en vol goede moed zitten vandaag. Ondanks de afwezigheid van twee zieken bij de Nijkerkers, Tim Crux en Ivo De Heus. Zij konden vandaag niet uit bed om een wedstrijd te spelen in het oranje-zwart. En zijn er vandaag niet bij. Betekent dat Mauro Peters vandaag in de basis staat. De speler die van Dovo kwam en daar ook volgend seizoen weer speelt. Want aan het eind van dit seizoen weer vertrekt bij de Nijkerkers. Naar de club waar hij dus vorig seizoen speelde. Dovo uit Veenendaal. Dat een belangrijke concurrent is in de strijd om plek 4. Maar Sparta, ondanks de nederlaag van afgelopen zaterdag tegen Huizen 3-1. En de nederlaag de week ervoor bij buurman NSC 1-0. Nog altijd voor meedoet. De achterstand bedraagt 3 punten. En dus kan Sparta bij winst. Het onderliggende duel, is dat het goede woord? Nee, onderlingen duel, dat is het woord dat ik zocht. Tussen Dovo en Eemdijk. Vandaag goede zaken doen. Dan zal er moeten gewonnen worden van SVL, waar Wesley De Laat onder contract staat. En die speelt dan volgend seizoen weer voor Sparta. Dus dat is wel saillant. Hij zou de Nijkerkers een klein beetje kunnen helpen om volgend seizoen misschien wel naar die topklasse te gaan. Anderzijds komt die degradatiestreep ook weer steeds dichterbij in het Nijkerkse kamp. Want ja, twee wedstrijden op rij verliezen betekent nou eenmaal dat het niet goed gaat. Dat is bij SVL ook een understatement. Zij staan één na laatste in de hoofdklasse A en stevenen af op een PD-plek. Maar zij zullen zich met name gaan richten op de na-competitie aan het eind van het seizoen. De bal rolt, we zijn een minuut onderweg en Amasaguyo lepelt de bal achter de laatste lijn van SVL. Daar zien we Donny van der Wal, die zit in een moeilijk pakket daar. Metertje of 16 van de achterlijn, kiest dan voor knoop in de as van het veld. Dat is een prima oplossing. En dan mag de Veldhuis mee inschuiven als verdediger. Geeft hem mee aan Van Kammen. Van Kammen probeert de bal voor te geven, die wordt geblokt. Op het hoofd van Van Kammen, dan Ruud Jong. Met een vuurpijl loodrecht omhoog, dan komt Merkens zijn doel uit, die bokst weg. Dat is niet heel handig, had hem gewoon kunnen vangen. En dan kan Knoop overnemen namens Sparta. Het gebeurt allemaal op de helft van SVL, halverwege. Linkerkant van het veld met Jong, die dreigt met de bal in de 16 meter voorgeven. Daar niet voor kiest. Kiest voor de weg terug met de Veldhuis. Die kan dan weer terug naar Jong. En Jong weer terug naar Muller. En Muller in één tijd door naar Knoop. En Knoop in één tijd door naar Peters. En zo begint Sparta wel aardig. Al zijn we net een minuut onderweg. Peters speelt de bal in op Buitenhuis. Buitenhuis naar Van der Wal. Die laat zich van de bal lopen. Levert wel een inworp op voor de Nijkerkers. Dus de druk houdt nog even aan. Al kiest Amasaguyo voor de weg terug. Via Peters. En is de bal even op de helft van de Nijkerkers met de Veldhuis. Die een zeven ruimte voor zich ziet. Niet wordt aangepakt en dus meters maakt. Nu de bal met zijn verkeerde rechterbeen binnenkant backsteekt op Jong. Jong kan binnenhouden, maar goed verdedigd door Schenk. En de bal gaat over de zijlijn, waardoor Sparta mag gaan gooien. En dat doen ze op een meter van de cornervlag. Van Kammen zegt, laat mij dit klusje maar opknappen, want ik kan dat heel goed. Nou, dat heb ik nog niet gezien. Dus laten we kijken hoe dit uitpakt. Nou, hij gooit hem kort naar Jong. Krijgt hem dan niet terug via de kaats. Want Jong kaatst de bal over de achterlijn. En krijgt een doeltrap voor SVL. En zijn we dus 2,5 minuut onderweg in Langbroek. En staat het 0-0 tussen SVL en Sparta Nijkerk. Mark, daar is nog niet gescoord. 0-0. 13 minuten gespeeld. Wel twee goede kansen gezien voor Sparta. De eerste na 7 minuten. Na een goede voorzet van Van der Wal. Dan was het te voet die bij de eerste paal kwam en de bal in één tijd verlengde naar een korte hoek. En daar was een goede redding van keeper Merkens nodig. Hij kon de bal net naast boksen om de 0-1 te voorkomen. En een vijftal minuten later een paas van Van der Wal naar de rechterkant, naar Bilal Amasaguyo. Die opnieuw de bal voorgaf richting te voet bij de eerste paal. En daar werd goed verdedigd door wie het was van SVL, dat durf ik niet te zeggen. Maar laat ik gewoon een naam noemen. Van Leeuwen was het. Ik weet het niet hoor. Die de bal voor de voeten van Te Voet wegtikte voordat hij weer vanaf 5 meter kon inschieten. Kortom, Sparta begint wel aardig aan de wedstrijd in de eerste 14 minuten van dit duel. Als Tim Muller wordt opgejaagd en de bal terug moet spelen naar zijn keeper, dat is Rijnvis. Die de bal lang speelt richting Van Kammen. Die wat afwachtend het kopduel aangaat. Maar tot zijn geluk ziet dat de bal bij Knoop komt. Dan is Van der Wal handig om zijn tegenstander heen. Nu de bal wat te ver van zijn voet lijkt het. Nee. En dan snijdt hij naar binnen en komt de eerste kaart van de wedstrijd. Op de punt van de 16e overtreding van Schenk. En zo leek die bal van Van der Wal iets te ver voor zich uit te zijn. Maar juist daardoor is Schenk te laat. Ook wel weer jammer. Want Van der Wal had toch wel redelijk vrij zicht richting het doel. Maar wordt dan gestuit. Dat is ook geen onhandige overtreding van Schenk, die dat wel met geel moet bekopen. En een vrije trap voor Sparta Nijkerk op 16 meter van de achterlijn. Net buiten de 16, metertje of 2 denk ik. En als ik zo naar Knoop kijk en ik zie hoe vrij Ruud Jong staat,
Dan zou ik hem naar Ruud Jong spelen als ik Knoop was. Maar dat hebben ze nu bij SVL ook in de gaten. Dus zal hij waarschijnlijk naar de tweede paal gaan. Daar zijn de koppers van Sparta Nijkerk verzameld. De vrije trap van Knoop komt. Met zijn rechterbeen wordt uitgekopt. Slechte vrije trap. Opgevangen van de wal. Zo'n 20 meter van het doel schiet hij de bal via een verdediger van SVL over de achterlijn. En krijgen we opnieuw een corner voor de oranje-zwarte brigade van Marco Roelofsen. Die dus vorige week zijn ploeg een goede eerste helft zag spelen. Met 1-0 voor zag komen. Maar het elftal daarna weer als een kaartenhuis in elkaar zag storten. En uiteindelijk met 3-1, 1-3 moet ik dan zeggen. En 0 punten. De kleedkamer opzocht. De corner gaat getrapt worden door Ruud Jong. Die komt bij de tweede paal. Muller komt omhoog. Komt hem loodrecht omhoog. Keeper moet boksen. Merkens doet dat ook. Kan de bal worden binnengehouden daar door Ruud Jong. Ja, die doet dat heel onhandig. Zet zijn lichaam ertussen. Waardoor de bal wel binnen blijft. Maar uiteindelijk voor een SVL-speler is. Schenk is het, de man van de gele kaart. Maar goed, de inworp toch voor Sparta. Met Ruud Jong, die met zijn chocoladebeen de bal moet voorgeven. Dat is geen onaardige bal richting de tweede paal. Daar stond Peters nog vanwege die corner. Maar het is Van Eem die de bal met zijn kruin verlengt tot over de zijlijn. En dan mag Sparta gaan gooien. We hebben een kwartier gespeeld in Langbroek. En de druk van Sparta houdt wel aan. Sparta dat veelvuldig op de helft van SVL speelt. En dat bevalt mij wel. Niet altijd het geval. Het afwachtende voetbal hebben ze in ieder geval vandaag even in de kleedkamer achtergelaten. En ze proberen het initiatief te grijpen, de Nijkerkers. Goed gedaan door Knoop van Kammen dan. En dan wordt de voet op zijn hak getrapt en is er opnieuw een vrije trap voor de Spartanen. Maar dan wordt aangemoedigd door Roy Versluis. Die ook nog eens op een blauwe maandag bij Sparta speelde. Begin dit seizoen bij VVA. Maar dat verhaal is bekend. Hij kon in de winterstop, toen die club failliet verklaard werd, op zoek naar een andere club. En heeft zijn tenue van VVA ingeruild voor dat van SVL. En speelt dus nu opnieuw tegen Sparta. Waar hij dat met VVA ook deed en toen won op de Ebbenhorst. Het is Ruud Jong die de bal langs de lijn geeft aan Van Kammen. Aan de linkerkant van het veld. Van Kammen om zijn tegenstander heen. Nu de bal nog voorgeven. Nou, eerst maar eens binnenhouden. Dat is gelukt. De bal komt voor. Bij de tweede paal uitgekopt. Maar opnieuw is het balbezit snel weer voor Sparta. Dat echt goed speelt. Met name ook de Veldhuis. Die hier als een soort Messi langs twee tegenstanders slalomt. De voorzet van Jong is hard. Te hard. En brandt ver bij de tweede paal. Bij Donny van der Wal. Van der Wal met vlak bij zich. Peters. Even de rust bewaren. Zodat de poppetjes op de goede plek kunnen gaan staan. Geeft hem aan Knoop. Dan terug naar Peters. En dan naar Amasakuyo. Die wil een actie maken. Dat is lastig. En daar verslikt hij zich in zijn tegenstander. Maar het balbezit is opnieuw voor de Nijkerkers. Ditmaal door Peters. Over de zijlijn geschoten via een SVL'er. Inworp snel genomen. Van der Wal probeert de voet te bereiken. Dat lukt niet. Knoop verdedigt goed. Overtreding? Ja. En dus een vrije trap voor SVL. Nogmaals naar die klok kijken. 17 minuten gespeeld. Sparta speelt behoorlijk. Zeker niet slecht. Heeft twee aardige kansen gehad, maar nog niet gescoord. En daarom staat het in Langbroek nog 0-0. Mark Kloostra. Ja, daar had de voet Sparta voor zo moeten koppen na 19 minuten. Op een prachtige paas van Bilal Amasagujo. Keeper veel te ver voor zijn doel. En die kwam eigenlijk op de voet afrennen. Koek, koek. Er wordt iemand door zijn benen gespeeld. En te voet had die bal met het hoofd over de keeper kunnen wippen. Ja, kunnen koppen moet ik dan zeggen. Maar kozen voor om de bal breed te koppen aan Jesse Buitenhuis. Die hem vervolgens in het lege doel wilde koppen. Maar daar werd goed verdedigd door Van Leeuwen. Weliswaar met een heel hoog geheven been. Want ja, Jesse Buitenhuis moest springen om de bal te kunnen koppen. En uiteindelijk was het de verdediger die hem met zijn voeten wegschopte. Vlak voordat hij kopte. Dus u kunt nagaan dat dat vrij hoog geheven been was. Maar goed, ja, daar geven scheidsrechters nou eenmaal niet vaak een strafschop voor. En dus ook nu niet. Maar te voet had die bal zelf op doel moeten koppen. Dan had en Buitenhuis geen last van zijn hoofd gehad. En Sparta op een 1-0 voorsprong gestaan. Dat kan nu nog. Op opnieuw een goede voorzet van Bilal Amasagujo komt Van Kammen vrij op de penaltystip. Maar die krijgt hem op de onderkant van zijn schoen in plaats van vol op de vreef. En dus krijgen we zo'n stuiterbal richting het doel van SVL. Waar Merkens de bal dan eenvoudig kan oprapen. Maar het is kans nummer 4 voor Sparta dat het nog altijd niet gescoord heeft in de eerste 22 minuten van deze wedstrijd. 0-0 de tussenstand en een veruit beter Sparta, dat mogen we toch wel zeggen. Waar SVL er nog niet in geslaagd is om ook maar de bal 3 keer naar hetzelfde shirtje te spelen. En Sparta dus 4 goede kansen kreeg. Maar het gaat maar om één ding en dat is hoeveel doelpunten maak je in een wedstrijd. Want kansen creëren is leuk, maar als je ze er niet inschiet, dan tellen ze niet. Dus moet Sparta doelpunten maken. Bal nu diep richting Te Voet. Te Voet en die keeper komt weer als een blinde zijn doel uit. Die heeft geen Timmermans ogen, had ik het zomaar zeggen. Die zit nu voor de 3e keer mis. 4e keer zelfs. Bij een corner zat hij ook al een keer helemaal mis. Toen hij een bal weg wilde boksen en gered werd door de scheidsrechter die een overtreding gezien had. Nou, er was geen Spartaan in de buurt.
Hij dook gewoon de verkeerde kant op de Veldhuis. Open naar de linkerkant van het veld. Naar Jong. Jong geeft hem voor. Tweede paal. Jesse Buitenhuis krijgt hem op zijn kruin. Heeft dan geduwd. Ja, dat is dan wel gezien door de scheidsrechter. En dus komt er een vrije trap voor SVL te vergelijken met een doeltrap. Dus laten we het niet spannender maken dan het is. 23 minuten gespeeld in Langbroek. Doelpuntloos. 0-0. Ja, en of... Hier 31 minuten gespeeld en we gaan kijken naar de eerste corner voor thuisclub SVL. Sparta beter, Sparta prima spelend in het eerste half uur van de wedstrijd. Nog een goede kans gezien voor de voet die de buitenkant van de paal raakte. En ja, die andere kansen heb ik allemaal al benoemd. Kortom, Sparta had op voorsprong moeten staan, maar heeft dat nog niet voor elkaar gekregen. En moet nu verdedigen bij de eerste corner voor SVL, die van de rechterkant getrapt gaat worden door Wesley de Laat. Ik had in de voorbeschouwing al verteld dat hij volgend seizoen het oranje-zwart van Sparta Nijkerk draagt. Kijken of zijn corner goed is. Nou, dat is hij redelijk. Als Rijnvis de bal loodrecht omhoog komt, dan is de rebound daar. Maar is de bal recht in de handen geschoten door Roy Versluis. In de handen van Kevin Rijnvis. Die het spel snel hervat met Bilal Amasaguyo opgevangen. Maar kan er alsnog met de bal vandoor. Is de middenlijn inmiddels over. Lepelt hem dan achter de laatste lijn. Buitenhuis kan niet verlengen. Tot bij Van der Wal van Kammen kan wel opvangen namens Sparta via Knoop. En Jong opnieuw Knoop, dan van Kammen. Van Kammen te voet. En dan is het slordig. En kan SVL weer overnemen. Goed verdedigd door Jesse Buitenhuis. Bal bij te voet. Bal lijkt wat te ver van zijn voet. Dan geeft hij een schotje. Vanaf een meter of 25 die eenvoudig kan worden gepakt door keeper Merkens. 0-0 nog altijd in Langbroek. Na 33 minuten voetballen tussen SVL en Sparta Nijkerk. In de studio hebben wij de mogelijkheid om buiten de uitzending om mee te luisteren met onze verslaggevers. En ik hoor een oase van rust uit die speaker komen. Wat is er aan de hand, Mark? Groeit dat gras daar sneller dan dat er gevoetbald wordt? Nou, intussen wel, ja. Dat is goed gevonden. Het begon zo leuk met de eerste 25 minuten die goed waren voor Sparta. Maar daarna wordt het niet beter. En zien we Sparta achter SVL aanlopen, dat met een minuut meer vertrouwen lijkt te krijgen. En dat was helemaal nergens voor nodig. Nu wel een goede actie weer voor Buitenhuis. In de aanname zijn tegenstander kwijt. Dit is eigenlijk niet handig wat Buitenhuis doet, want hij gaat voor voordeel. Ja, schiet hij hem erin, hebben we het nergens over. Hij legt de bal klaar nu voor Van Kammen. Ik ga u zo vertellen waarom dit niet slim was. Beopend naar Bilal Amasaguyo, om zijn tegenstander heen. Dan de bal naar Van der Wal. De voorzet uitgekopt, opgevangen. Bilal Amasaguyo, die hem dan eigenlijk net niet goed aanneemt, dus terug moet. Richting eigen helft schiet hem dan ook nog eens tegen Wesley de Laat aan. En ziet zo dat SVL overneemt. Overtreding gemaakt. Maar als Jesse Buitenhuis net na die overtreding was blijven liggen, dan denk ik dat Robin Schenk zijn tweede gele kaart gekregen had. En SVL met 10 man verder had gemoeten. Dat was een goede actie van Jesse Buitenhuis. Die dan, ja, hoe zullen we het noemen, jeugdig enthousiast opstaat en voor de kans gaat. In plaats van voor de overtreding, vrije trap en wellicht tweede gele kaart van zijn tegenstander. Ik ben er niet voor om spelers kaarten aan te naaien, maar als ze een overtreding maken die een kaart waard is, en ze hebben er alleen, ja, dan lijkt het me misschien toch verstandig, ook al klinkt dat heel onsportief, maar zo bedoel ik het niet, om dan toch voor die vrije trap te gaan. Maar goed, de jongen is 19 jaar en ik denk dat als hij 29 is, dat hij dit niet meer gedaan had. Laten we het zo maar zeggen. Te Veldhuis, over de middenlijn, opent naar Van Kammen. Kan die binnenhouden? Ja, is een prachtige paas. Van Kammen op zijn Van Basten voorgezet en dan te voet met het hoofd over het doel gekopt. Van Merkens. En zo krijgen we in de laatste paar minuten toch weer wat van Sparta te zien. Dat heeft wel weer even geduurd. Een kwartier lang was het heel saai. En was het inderdaad zo dat het gras langer zou groeien dan dat het spel zich ontwikkelde. Waren het niet dat we hier op plastic spelen en dat het gras hier sowieso niet groeit. We hebben nog een paar minuten tot de rust. Nog twee om precies te zijn. Dus ja... Het is hier nog geen theetijd en ook nog niet gescoord. 0-0. Ja, en de bal is voor Merkens. De blessuretijd loopt. Is al een keer gewisseld door SVL. Roy Versluis raakte geblesseerd bij een sliding. Ja, zag er onschuldig uit, maar overstrekte zich. En dus moest hij na een half uur spelen al naar de kant. En is hij vervangen door Thomas Malolepsi. En probeert nu SVL nog iets te creëren in de blessuretijd van de wedstrijd die in de eerste 45 minuten toch wel gedomineerd werd door Sparta. Met name in de eerste 25 minuten hadden de Nijkerkers op voorsprong moeten komen. Dat hebben ze verzuimd. En als de scheidsrechter dan voor rust fluit, dan is er niet gescoord in de eerste helft. En staat het 0-0 in Langbroek tussen SVL en Sparta Nijkerk. 0-0 nog, 3 minuten gespeeld in de tweede helft. En een
iets te scherpe voorzet van Ruud Jong belandt over de zijlijn, waardoor SVL mag gaan gooien. Doen ze allemaal ver op eigen helft aan de linkerkant. Bal op het hoofd van Donny van der Wal. En vervolgens gaat hij via het hoofd van Wesley de Laat over de zijlijn. En mag Sparta gaan gooien. Doen ze dat halverwege de helft van SVL. En is het buitenhuis die wegdraait. Maar vervolgens de bal vergeet. En wel weer zelf terugveroverd. Dus dat heeft hij goed gedaan. Dan de voorzet van van der Wal naar de tweede paal. Daar komt uiteindelijk wel Ruud Jong. Maar dat is allemaal dusdanig gelaten dat ze daar bij SVL niet heel erg warm of koud van worden. En dus kunnen ze eruit met Ali Alkan. Alkan en paas naar voren. Maar een paar handjes omhoog gaan vanwege buitenspel. Maar daar wordt niet voor gevlacht en ook niet voor gefloten. Ook al omdat Rijnvis de bal had. En Sparta eruit kan. Ter Voert komt er nauwelijks aan in de, ja, hoe moet ik het zeggen, in de duels die hij met zijn tegenstander uitvecht. Nu een overtreding van Knoop. En dus een vrije trap voor SVL. Net over de middencirkel. Is het een overtreding op Van Eem, die volgend seizoen naar topklasser en tweede divisionist, mogen we toch wel zeggen, volgend seizoen de FC Linde verhuist, waar zijn broer ook speelt. Nou ja, dus is de link al gauw gelegd waarom de jongen daar naartoe gaat. Dan mag het dus op wat hoger niveau gaan proberen. SVL heeft een vrije trap genomen en ziet hoe Schenk aan de rechterkant de bal naar Alkan geeft. Die draait knap om van de wal heen. Geeft hem aan de Laat. Mooi driehoekje nu. En een goede actie weer van die Alkan. Die in de eerste helft toch wel handig was. Dit steekpaasje bleek voor iemand anders bedoeld. Maar komt in de voeten van Kremers. Kremers terug naar de Laat. En zo is er druk van SVL. Al gebeurt dat wel allemaal rond de middenlijn. Waar nu verdediger Bart de bal naar voren speelt. Geen buitenspel, wel buitenspel. Ja, dat leek mij ook voor Kremers. En dus de vlag omhoog en een vrije trap die snel genomen is door Muller. Muller van Kammen terug naar het Veldhuis. En dan lag het al even open, dan is het nu weer dicht. Van Kammen loopt wel snel door. Maar de Veldhuis durft die paas niet aan. Geeft hem breed op Jong. Jong naar Ter Voert. Ter Voert heeft weer een beetje ruzie met de bal. Krijgt hem uiteindelijk bij Muller. Moet opletten en tempo maken. Het lukt uiteindelijk. En Knoop opent naar Bilal Amasagoyo. Oh, wat een mooie actie. Komt allemaal tot stand omdat hij de bal niet onder controle krijgt. Een lastige bal die wat hoog opstuit het. Maar vervolgens puntet hij hem over zijn tegenstander heen. En maakt hij een overtreding. En is de vrije trap voor Sparta. En inmiddels alweer genomen in de middencirkel is het Knoop. Die een beetje naar de linkerkant speelt. Naar Ivo Terveldhuis. Knoop. En dan Terveldhuis die doorloopt als Jong de bal krijgt en goed langs de tegenstander draait. Nou, schieten! Schieten! Voorlangs! Nou, het is een keer opportunistisch van Ruud Jong. Die toch veelal de bal ontvangt en weer terugkaatst naar de aangever. Maar dit goed doet. Knap bij zijn tegenstanders wegdraait. En dan vanaf een meter of 18 het maar een keer probeert. De bal gaat wel ruim voor het doel langs van Merkens. Maar het is in ieder geval een doelpoging van de Spartanen. Die nog altijd niet gescoord hebben in Langbroek. En dat is op bezoek bij de nummer 1 na laat. Toch wel een tikkeltje verontrustend. De tussenstand is 0-0. En dat na 6 minuten spelen in de tweede helft. Want het is helemaal niet onaardig hoor, wat Sparta laat zien. Maar je hebt ook het idee dat als Sparta eenmaal op voorsprong komt, dat het allemaal een stuk makkelijker wordt. Maar ja, zolang Sparta dat doelpunt niet maakt, blijft het 0-0. Dat is heel eenvoudig. Nu slordigt Van Terveldhuis en dan kan Alkan aan de linkerkant mee. En je kunt het ook zelf doen en 0-1 maken. Ja hoor, 1-0. Al Bayrak. Het begint bij Terveldhuis die een bal inlevert. Dan komt hij bij Al Bayrak en die denkt, nou ik ga maar kijken wat ik kan. Draait wat met zijn kont en iedereen trapt erin. En dan komt hij op een meter of 12 en punten die de bal rechtdoor. Rijnvis duikt naar rechts. En zo is het 1-0 voor SVL uit het niets. Dat is helemaal waar. Maar ja, hij zit er wel in. En na 58 minuten kan ik vertellen dat het wachten is op een doelpunt van Sparta. En dat het daarna eenvoudiger wordt. Maar komen de Nijkerkers met 1-0 achter. En wordt het weer een hele pittige kluif vanmiddag. Oei, oei, oei. 1-0 SVL tegen Sparta Nijkerk. Ja, slecht. Even niet, want er is een blessurebehandeling voor Bilal Amasagoyo die een gemene schop te verwerken kreeg van Alex van Eem. Die had geen intentie om de bal te spelen, dat durf ik wel te zeggen. En dus terecht op de bon, gele kaart, zijn deel, de tweede van de wedstrijd. En de tussenstand nog van 1-0 na 62 minuten voetballen. En je wordt er bijna melig van hoor, als je naar zit te kijken. Want vandaag speelt Sparta helemaal niet onaardig, dat heb ik al een paar keer gezegd. Maar eigenlijk wel goed. Maar vergeten dan een doelpunt te maken. En uit het niks maken zij 1-0. Ja, en ik denk dan, ja, kan er ook nog wel bij. In een seizoen dat toch al niet bol staat van geweldige resultaten en geweldig voetbal. Maar goed, wat ik al zei, het spel biedt nog wel hoop op een goed resultaat. Maar die gelijkmaker moet niet te lang uitblijven, is mijn advies. Bilal Amasagoyo krijgt een deal en zegt, hey scheids, hey scheids.
Maar daar gaat hij geen vrije trap voor krijgen. Sterker nog, kom even hier. Anders, die scheidsrechter wordt boos nu. Is leuk hoor, dit. Live radio. Gewoon rustig, duidelijk. Kappen. Hele jonge scheidsrechter overigens, die dit wel goed oplost. Want de scheidsrechter die heel erg twijfelt aan zijn eigen kunnen, die had hier de stoere jongen uitgehangen en een gele kaart gegeven. En de frustratie van de speler niet begrepen, die toch echt wel een deal kreeg. Dat zag de scheidsrechter wel, maar hij vond het niet zwaar genoeg om een vrije trap voor te geven. Sparta mag ingooien op de plek waar Amasaguyo zojuist dat duwtje kreeg. En hij heeft de bal nu in zijn handen en gooit hem naar Knoop. Knoop terug naar Amasaguyo. En die gaat terug naar Rijnvis. Even naar die klok kijken. 63 minuten gespeeld. Sparta heeft er dus nog 27 om ja, een nieuwe nederlaag in een uitwedstrijd te voorkomen. Want één overwinning slechts dit seizoen in een uitwedstrijd. En die was uit bij Eendijk. En ook vandaag ziet het er na 63 minuten niet naar uit dat nummer 2 in de maak is. Want Sparta staat achter bij de nummer 1 na laatst SVL uit Langbroek met 1-0. Ja. Ja, want het staat 2-0. Malolapesi was de doelpunt te maken. Malolepsi heet hij volgens mij. Ja, dat is de naam van de man die de bal van te voet kreeg. Laten we dat niet vergeten. Die krijgt halverwege de helft van SVL de bal in zijn voeten. Moet hem opendraaien naar de rechterkant. En denkt, nee, kap eventjes naar de linker. Vervolgens verliest hij de bal. En die Malolepsi die denkt, ik steek 40 meter over. En als ik dan bij de 16 ben, dan schiet ik hem in de korte hoek. En daar zijn we dus kansloos. En zo lijkt de wedstrijd beslist. En staat Sparta achter. En kunnen we die vierde plek wel gaan vergeten. En gaan we gewoon het rijtje ploegen dat onder Sparta staat in de gaten houden. Want dat gat wordt ook steeds kleiner. Het was 4 punten voor deze wedstrijd. Het gat met de PD-plek. Ze zullen niet allemaal winnen. Bijvoorbeeld Buurman NSC dat achter staat bij LSC. Maar dan gaan weer een aantal ploegen dichter bij de Nijkerkers komen. Kortom, de rest van het seizoen wordt met billen bij elkaar kijken. Of die ploegen onder Sparta niet meer punten gaan halen dan de Nijkerkers. En het zo nog heel vervelend gaat worden. Topklasse, of derde divisie gaat het heten. Vergeet het maar. Ondanks een wel aardige wedstrijd vandaag. Maar gewoon met 2-0 achter bij SVL. Ja, het is bij uitwedstrijden wel vaker het geval. Ik heb het al verteld. 1-0. Mark. Ridwan Taboni brengt de spanning terug op een vrije trap van te Veldhuis. Neemt hij de bal op de borst aan. En wurmt hij zich een weg door twee verdedigers. En puntet hij vervolgens de bal achter Merkens. En hebben we weer een wedstrijd met nog 12 minuten te gaan. Sparta komt terug in de wedstrijd. Invallen Tabouni de doelpunt te maken. Ja, dankjewel Mark. Nou, niet meer hoor. Het is 3-1 geworden. Sparta staat te slapen bij een vrije trap voor SVL. Die genomen wordt door een man die Wouter van der Hoof heet. En echt ja, zijn eerste balcontact heeft. Want hij komt in de ploeg en hij levert hem achter de defensie van Sparta. En Malolepsi, een andere invaller die ook al gescoord had. Ja, tik 3-1 binnen en zo is het over. En sluiten wat de illusies van Sparta betreft. Dat 1 minuut na de 2-1 een hele grote kopkans zag voor Tim Muller. Die de bal op het doel kopte. Keeper gepasseerd, maar op de doellijn stonden twee spelers van SVL die hem uit de doelmond verrommelden. Bij Sparta ja, schreeuwden ze om of hands of dat die bal over de lijn was. Nou, beide heb ik niet kunnen zien. En de scheidsrechter ook niet en die gaat erover. Dus is de nieuwe tussenstand 3-1 met nog 7 minuten te gaan. En lijkt het doek gevallen voor de Spartanen voor vanmiddag. En zei ik bij 2-0 wat ik nu ook ga zeggen. Dat is namelijk dat Sparta naar beneden moet gaan kijken. Zeker nu NSC ook weer een puntje pakt en ook weer een puntje dichter bij de Nijkerkers komt. Ik ga straks de wiskundige sommen die bij de tussenstanden horen en eindstanden horen met u doornemen. Maar het ziet er in ieder geval niet goed uit voor Sparta dat bij de nummer 1 na laatst achter staat met 3-1. En nog 6 minuten heeft om het 3-3 uit te peuren, maar dat zie ik echt niet gebeuren vandaag. Sparta staat achter en het ziet er niet goed uit. Nou, spanning en sensatie zeker niet. En als hij er al was, dan gaat daar nu een einde aan komen. De bal ligt op de stip in minuut 88. Van Kammen houdt zijn tegenstander vast. En we krijgen een penalty voor SVL. Dat een eclatante overwinning kan boeken op deze manier. Rick van Leeuwen versus Rijnvis. Rick van Leeuwen schuift hem in zijn rechterhoek. Rijnvis duikt ook naar rechts, maar dat is dan de andere hoek, hè. En dus zit hij erin en is het 4-1. Desastreus. Ja, 4-1 verliezen van de nummer 1 en laatste. Dat is echt genoeg. Het warme zonnetje ja, is figuurlijk de hete adem van NSC in de nek van Sparta Nijkerk. Want NSC wint wel en Sparta niet en komt daarmee op, moeten we even goed kijken, 25 punten. Dat is eentje minder dan Sparta. Ja, ik zei al,
Als je genoeg wedstrijden verliest, kom je vanzelf in de degradatieproblemen. En dat geldt voor Sparta, dat voor de derde keer op rij gaat verliezen. Ook van SVL, na een prima eerste helft. Maar ja, daar koop je niks voor. Zeker niet als je dan naar het scorebord kijkt en die 4-1 op het bord staat. Goedemorgen zeg. Je kunt er wel 1-4 van maken, maar het staat gewoon 4-1 gehut. Het is namelijk in Langbroek. Joost Heerschop mag een bal voorgeven. Ja, dat lukt allemaal niet. De bal wordt verdedigd in dit geval door Hofman. Corner voor Sparta. Ja, daar hebben ze ook echt geen illusie meer dat dit nog iets gaat opleveren. Het publiek ook niet, want iedereen loopt al richting uitgang. Ik zal nog even iemand gaan interviewen zometeen. Maar ja, wat moeten we hier nou weer voor maken? Hier valt geen chocola van te bouwen. Corner nog voor Sparta Nijkerk. Maar gaan we deze wedstrijd nog iets spannender maken dan het is met die corner? Ja, dat doe ik even. En dan gaan we daarna naar NEC. Dan kan Arno hem afmaken. Want daar is natuurlijk wel de spanning. Bij 4-1 is dat niet zo. Zijn de laatste balomwentelingen van de SVL. Sparta Nijkerk. Bal bij Van der Wal ineens op zijn pantoffel. Over het doel van Merkens. 4-1 is de tussenstand. En het is afgelopen in Langbroek. Hele pijnlijke nederlaag voor de Sparta Nijkerk. 4-1 wordt het. En NEC, dat kan, als ze de voorsprong vasthouden, weer een stapje dichter naar Sparta Nijkerk toe zetten.